Het regent weer zware straffen in Anlo. Verrassende Shakespeare-première. FC Emmen draait warm voor duel tegen Volendam. Het centrum van Anlo was vandaag het toneel van de 38e editie van de Edstoel. Dat is een evenement waarbij het hele dorp in het teken van de 17e eeuw staat. Brandnetelgier is tegen kalknagels en jubeltonen smakhakken. Ja, als je hier een uurtje in gaat zitten, heb je nergens geen last meer van. En de likdoorns verdwijnen als sneeuw voor de zon. En ook het eelt. En kijk, ik heb hier een mooie vel voor het eelt. Dan gaan we mee het eelt wegvelen. Nou, moet je kijken. Verdwijnt als sneeuw voor de zon. Wordt hartstikke lekker zacht, hè, mevrouw? Heerlijk, hè? Ja. Kern van het spektakel is het naspelen van een waar gebeurde zitting van de Edstoel, de toenmalige rechtbank, in de Magnuskerk. Anne Jansen wordt ervan verdacht haar kraamkind te hebben omgebracht. Wat moest ik dan? Ik kon toch niet aan haar verder met een kind zonder vader. Ik wist niet waar ik was. 2 jaar geleden hing de toekomst van het evenement aan een zijden draadje door een tekort aan vrijwilligers. We lagen te veel taken bij te weinig mensen. Dus we hebben voor bepaalde activiteiten hebben we coördinatoren erbij in kunnen zetten. Dat was een idee dat kwam uit het dorp. En dat hebben we ook zo omarmd. Dat was natuurlijk, dus we kunnen nu het werk meer over meer schouders verdelen. En door die aanpassing is de organisatie van de Edstoel nu weer alive and kicking en klaar voor de toekomst. Het is hartstikke leuk. Alle oude ambachten. Geen patat. Geen muziek. Geweldig. Ja. Neem de vrouw mee en breng haar naar de scherprechter. Na maanden repeteren en tekst lezen was het gisteravond eindelijk zover. De première van Shakespeare's Wintersprookje. We dachten, we doen een midzomernachtdroom in de winter en dan doen we een wintersprookje in de zomer, waarom niet? Ik ben Iris en ik speel vandaag de rol van Hermione en de rol van Perdita. Ik ben Floris Albrecht en ik speel vanavond koning Leontes. Het zijn twee verhalen. Het ene verhaal is een koning die denkt dat zijn vrouwje het stiekem met iemand anders doet. En zijn jaloezie drijft hem eigenlijk tot waanzin. Hou eens op, zeg. Ik moet niet ophouden, maar jij moet ophouden. Niet ik, maar jij. Je hebt me lang genoeg bedrogen. En het andere verhaal gaat over is een liefdesverhaal tussen een koningszoon en een herderinnetje. Was ik de rijkste koning van het allergrootste koninkrijk. Oh? Zonder haar was het mij niets waard. Wat heel grappig is, het is voor de pauze is het heel serieus en alleen maar zwart en ellende. En na de pauze wordt het heel vrolijk. En mensen heb je of een tragedie waarin het allemaal ellende is, of een komedie waarin het allemaal dikke lol is. Maar Shakespeare zou geen Shakespeare zijn als ook Nieborg dit jaar geen verrassingen had verstopt. En voor de grootste moeten we helemaal terug naar het begin van de avond. Toen in het geheim een groep toeschouwers bijeenkwam. Jullie hebben waarschijnlijk nog niet helemaal een idee waar jullie je voor hebben opgegeven. Dat ga ik jullie uitleggen. Het idee is dat het publiek in één scène mee gaat doen met het stuk. Jullie lopen het podium op en jullie doen mee en jullie blijken het dansje ineens te kennen. Mijn naam is Ed Jones, ik kom uit Schotland. Ik ben hier in Diever voor vanavond en ik ben een van de semi-acteurs op de dansvloer aan het eind van de show. Supergoed! Hier, heel goed. U bent 91 jaar en dan toch gaat u dit nog proberen? Ja, tuurlijk wel. Je bent nooit te oud om iets te proberen. Of moet ik je zeggen, je bent nooit te jong om iets te proberen. En dat is min of meer mijn filosofie. 2, 3, 4, 5. Maar eigenlijk is het een grapje. Maar het is eigenlijk een deel van een serieuze ontwikkeling waar we mee bezig zijn. En dat is dat we graag willen kijken hoe ver we kunnen gaan met het participeren van publiek in een voorstelling. Dat is ook de belangrijkste reden geweest waarom we 7 jaar geleden het toneel in het midden van de zaal hebben gezet. Zeg net dat zie je niet.
In de verloren seizoensopeningwedstrijd tegen FC Dordrecht stond een bijna compleet vernieuwd FC Emmen aan de aftrap. Maar liefst 10 basisspelers speelden hun eerste wedstrijd voor de Rood-Witte. Er was dus één vertrouwd gezicht. Hi Mike, hoe is het met je? Goed. Met jou ook alles goed? Met mij ook alles goed. Mike te Wierik. De verdediger speelde eerder bij Heracles, FC Groningen en het Engelse Derby County. Al aardig wat ervaring in het transferwereldje. In voetbal gaat het heel snel. Je weet dat het zo gaat. Kijk, als je zelf persoonlijk naar een ander team gaat, heb je precies hetzelfde. Alleen nu ben ik gebleven en nu kwamen er allemaal nieuwe spelers. Dus ja, in dat opzicht, het hoort ook een beetje bij voetbal. Van de 10 nieuwe basisspelers afgelopen wedstrijd speelden er 5 Duitsers, 1 Fransman en een Noor mee. En ook de trainer komt uit Duitsland. Maar welke taal spreken ze dan onderling? Ja, wat is de voertaal? Ja, een beetje. Weet je, jongens proberen ook wel een beetje aan te passen en Nederlands te leren. Dus dat vind ik, dat is wel prettig altijd. En dat tekent de jongens ook. Dus ja, ik denk dat het meeste wel Engels is op dit moment. Te Wierik is gebleven omdat hij nog een doorlopend contract in Emmen heeft. En er speelt een stukje persoonlijke ambitie mee. Nou, ik denk dat je doet op de manier van voetballen van de trainer. En weet je, het is ook interessant om een ander type trainer te hebben, zeg maar, om met andere ideeën, met andere gedachten, om daar ook van te leren. En ja, wat ik net zeg, ik denk dat je doet dat ik misschien ooit trainer wil worden. Dus ja, dat is wel iets wat ook zeker meeweegt. De verdediger is al druk bezig met zijn trainerscarrière. Naast zijn bestaan als profvoetballer is hij assistenttrainer bij amateurclub WVV 34 in Hengevelde. Van elke trainer pik je wat op. En ik heb ook bijvoorbeeld Peter Bos gehad of Cocu of Dick Lukien. En vorig jaar Fred Grim natuurlijk of John Steerman. Van elke trainer heb je wel weer iets wat je meeneemt. Maar goed, ik ben nog jong. Ik heb nog geen tijd om trainer te zijn. Ik ben nog een paar jaar voetballen. Maar het is leuk om ook andere dingen, zeg maar, mee te maken en te kijken hoe hij er tegenaan kijkt. Zelfs nog tijd om te voetballen. Eerst maar komende zondag. Ja, zeker. Zeker voor tijd voor de eerste 3 punten. De bewolking neemt vanavond toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. In de nacht zakt het kwik tot 13 graden en er staat nauwelijks wind. Morgen is het eerst bewolkt, maar in de loop van de dag laat de zon zich meer zien en het blijft droog bij 23 graden. Maandag is het zonnig en droog bij 24 graden. Vanaf dinsdag draait de wind naar het zuidwesten en wordt het wat wisselvalliger met kans op buien. Het koelt dan ook iets af. Tot zover het Drentse nieuws. Meer is te vinden op onze site rtvdrenthe.nl of in de app. Nog een fijne avond en tot morgen.